mijn primaire drijfveer was ook gewoon de passie die ik voelde. Dus ik zocht eigenlijk naar een studie waarin al deze aspecten terug zouden komen. Welkom bij de Match Podcast, gemaakt voor en door Erasmus MC studenten. Je loopbaan vormgeven kan ingewikkeld zijn. Wie ben ik? Wat wil ik? En hoe kom ik daar? In deze podcast nemen we je mee in verrassende keuzes en inspirerende verhalen van mensen die ooit stonden waar jij nu staat. Welkom. Dankjewel. Zou je wat willen vertellen over wie u bent, wat u doet en wat uw loopbaan tot nu toe is geweest? Mijn naam is Art van Ikram. Ik ben hoogleraar en afdelingshoofd van de epidemiologie in het Erasmus MC. Daarnaast heb ik ook nog een adjunct aanstelling als hoogleraar epidemiologie bij de Harvard School of Public Health in Boston. Ik ben van huis uit dus opgeleid als arts, maar de afgelopen 10 jaar ga ik door het leven als een fulltime onderzoeker, in dit geval de epidemioloog. Oké, nou bedankt. Bedankt dat u hier tijd voor vrij wilde maken. We zijn ook heel blij dat we u mogen interviewen, want we kennen u natuurlijk ook van de Research Master. U heeft ons les gegeven. Mm-hmm. Toen wisten wij nog niet dat u ook geneeskunde heeft gedaan. Hoe is die keuze ontstaan om geneeskunde te doen? Moet ik even echt terug in de tijd. Dan praten wij over 1999. Ik had natuurlijk 16-jaars VWO. Ik zat op het gymnasium. Dat is aan de andere kant van de Weitemaweg in het Erasmiaans. Ik was in principe gewoon een beta. Wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde. Maar ook biologie. Ik had een heel brede interesse. Dus ik zocht eigenlijk naar een studie waarin al deze aspecten terug zouden komen. Dat was eigenlijk prima. Dan kan je zeggen, moet je dan iets in Delft gaan doen? Ja, dat had ik ook overwogen. Daarnaast had ik ook iets als econometrie, had ik ook interesse voor. Uiteindelijk waren dat ook mijn tweede en derde keuze. Maar juist vanwege het brede palet. En ik wist, ik heb een oudere broer, 4 jaar ouder. Ik wist dat in het Erasmus destijds ook een research master aangeboden werd. En toen bestond alleen nog de Health Sciences Master van de NIES, waarvan ik wist dat heel veel wiskunde en statistiek daarin terug zou komen. Dus het was een hele bewuste keuze om dan geneeskunde te gaan doen. En dat ook dan in Rotterdam, omdat ik dan, misschien sorteerde ik alweer voor, maar dat ik in het tweede jaar dan de kans zou krijgen om die NIES Health Sciences Master te gaan doen. Ja, en u heeft dus bewust voor geneeskunde gekozen omdat u die master kon gaan kiezen. Maar bent u ook al echt met het idee binnengekomen van ik wil ook echt arts gaan worden? Of echt die research kant? Als je me vraagt hoe dacht ik er bewust over? Dan was het geneeskunde, je wil arts worden. Daarnaast ook uit pure nieuwsgierigheid van hoe het menselijk lichaam nou in elkaar steekt. Hoe zit het nou, medicatie, interventie, therapie? En ook het feit dat je met de geneeskunde nog ook een soort link met het publiek hebt en niet alleen maar achter je bureautje zit. Aan de andere kant, als je kijkt onderbewust, als ik kijk hoe mijn carrière daarna gegaan is, zie ik dat mijn primaire drijfveer was ook gewoon de passie die ik voelde voor het onderzoek, hoe de natuur in elkaar steekt en dat proberen te ontrafelen. In het tweede jaar weet je eigenlijk al wat je later wil worden? Ja, ik heb natuurlijk wel een idee, want je hoort van allerlei specialismes en er wordt altijd de vraag gesteld van goh, wie wil huisarts worden? En niemand zegt dan ja meestal. En in het begin dacht ik ook, oh, ik wil echt geen huisarts worden, maar nu ben ik het eigenlijk steeds meer aan het overwegen. Ik hoop een arts, maar wat voor een arts, dat weet ik nog niet. Ik kwam in mijn tweede jaar er ongeveer achter dat ik niet per se de kliniek in wil en dat ik graag onderzoek wil gaan doen. En toen ging ik een beetje voor mezelf op zoek hoe ik daarbij terecht zou kunnen komen om niet per se arts te worden, maar de onderzoekskant uit te gaan. Wat doe je eraan om die keuze te maken voor jezelf? Hoe pak je dat aan? Ik probeer er met heel veel mensen over te praten. Dus kijken mensen die dus al wel die keuzes hebben gemaakt en waarom zij er dan voor hebben gekozen. En een beetje inlezen wat voor verschillende opties er allemaal zijn. Ik denk dat iedere student er wel last van heeft. En je wordt ook best wel aangemoedigd door studenten en docenten om ook echt buiten je studie nog te kijken naar specialisaties. Wij gaan vanmiddag dus Art van Ikram interviewen. Dat is een onderzoeker die eigenlijk eerst de opleiding tot neurologie zou doen. En daarna de opleiding tot radiologie. Maar allebei heeft afgewezen om de onderzoekwereld in te gaan. Wat vind je daar eigenlijk van? Dat een arts dus een opleidingsplaats afwijst om de onderzoekwereld in te gaan?
vind het hartstikke mooi. Ik vind het juist, ik vind onderzoek, ja, vind ik zelf heel belangrijk en leuk. Ik wil wel echt het mensenwerk blijven doen. En ik weet niet of dat precies in onderzoek ook kan. Daar heb ik geen idee over, dus daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Zijn er vragen die je hem zou willen stellen? Nou, hoe het voor hem was om die keuze te maken? Ik denk dat dat wel een goede is, want ik heb het gevoel dat er nu best wel veel openheid naar is. Maar hij heeft dat natuurlijk al best wel lang geleden, die keuze gemaakt. En nu zie je dat veel mensen om ons heen het doen. Maar volgens mij was dat toen in die tijd nog niet per se een gewoonte om te doen. Oké, okay. Dus altijd wel interesse gehad in geneeskunde om ook uiteindelijk als arts werkzaam te gaan. Ja. Dat bent u nu niet aan het doen. Nee. Wanneer is die... dat is een proces geweest. Dat is een proces geweest. Eigenlijk een proces dat een paar jaar heeft geduurd, als ik dat terugdenk. Ik ben dus in 1999 geneeskunde gaan doen. In 2001 begon ik met die research master naast de geneeskunde. Toen kon ik echt volledig naast de geneeskunde doen. En in 2005 ben ik afgestudeerd bij de geneeskunde. En wat ik toen merkte is dat heel veel jaargenoten van mij, die waren tijdens de co-schappen met name, maar ook daarvoor al bezig met, weet je, studententeam op die afdeling. Of hey, ik moet die specialist kennen. Oh ja, wacht, ik loop al zoveel jaar rond en die kent mij wel. Dat waren heel veel studenten die bezig waren met cv-building, een beetje voorsorteren, gezicht laten kennen. Want ja, zo ging dat tussen aanhalingstekens. Niet veranderd hoor. Nee, het is niet veranderd. En ik deed dat niet. Ik had geen bijbaan. Geen enige bijbaan die ik tijdens mijn studietijd had gehad, was dat ik in de tweede, derde jaar ging ik eerstejaars studenten bijles geven. Dat was het enige wat ik heb gedaan als bijbaan. Dus niks met klinische afdelingen, et cetera. En toen ik mijn geneeskunde had afgerond en ook dus die NIES master, toen had ik ook hetzelfde kunnen. Soms dacht je ook wel eens van, goh, hey, moet ik niet eens een keertje mijn gezicht laten zien bij een afdeling? Yeah. Destijds vond ik iets in de hoek van de neurologie. Eventueel als ik wilde snijden, neurochirurgie wel leuk. Moet ik niet een keer mijn gezicht daar gaan laten zien? Maar wat mij met name trok, ik had toen ook die epidemiologie master gedaan. Ik vond dat gewoon leuk. Het nadenken op een logische manier over hoe je onderzoek moet doen en hoe onderzoek soms op een hele elegante manier toch simpel of soms complex uitgeroepen moet worden. Ik heb toen bij mijn begeleider van mijn master, zij had een promotieplek bij de afdeling epidemiologie. En zij vroeg of ik toch niet promotieonderzoek bij haar wilde doen. In mijn achterhoofd zat er wel van, hey, dan zit ik weer bij de afdeling epidemiologie. Hoe zit het nou met de klinische link, et cetera? En is wel een goede keuze. Maar ik heb toen toch datgene gedaan wat ik leuk vond. Ik vond de epidemiologie leuk. Het nadenken, logisch, naar wat ik allemaal vertel. Dus ik ben promotieonderzoek gaan doen in 2005 bij de afdeling epidemiologie, bij mijn promotor, later promotor, professor Monique Breteler. Mm-hmm. En dat ging goed. En toen kwam ik erachter wat de epidemiologie eigenlijk echt betekent. En dat het een vakgebied is dat heel veel raakvlakken heeft met logica, met wiskunde natuurlijk, statistiek, maar ook heel veel filosofie. Dat je echt gaat nadenken over een simpele vraag, wat is een oorzaak? Dus wat zijn de voorwaarden om te kunnen zeggen, A is een oorzaak van B? Ja. En wat zijn de voorwaarden waar je bijvoorbeeld niet aan moet voldoen? Concept denken en dan kan je het toepassen. In dit geval paste ik dat toe op het gebied van beroerte en dementieziekte van Alzheimer. Maar je kan het ook toepassen op COPD, COVID, AIDS, noem het allemaal op. Het waren allemaal generieke concepten. En daar kwam ik ook heel veel in aanraking vanwege mijn onderzoek met de radiologen en de neurologen. Dus ik kwam erachter van, goh, hey, dat gezicht laten zien, kan ook. Dat hoefde ik helemaal niet te doen. Want ik kom hier juist met, destijds was Peter Koudstaal, inmiddels is hij onlangs met pensioen gegaan. Hij was gewoon degene met wie ik gewoon maandelijks rond de tafel zat om mijn onderzoek te bespreken. En Aad van der Lucht van de radiologie. Mm-hmm. Toch wel twee kopstukken binnen die afdelingen. Mm. En ja, in mijn geval zat ik toen in het tweede jaar, misschien wel derde jaar van mijn promotie. Dan praten wij over 2007, 2008 zal het geweest zijn. En dat was eigenlijk wat er loopt. Ik herinner me nog heel goed. We waren in de EE-toren. We zaten toen op de 21ste en we hadden net een overleg gehad. Dus ik liep samen met Peter Koudstaal naar de liften toe.
En we hadden net overleg gehad over de wetenschap, bla, bla, bla. En hij stapt net de lift in en zegt van... Goh, hey Arvan, wat wil je hierna gaan doen? En ja, neurologie, heeft dat niet je interesse? Ik zei van, ja, dat is eigenlijk wel waar ik aan dacht. Ze zei van, ja, kom eens een keertje praten met mij. En dan gaan we even een goed gesprek houden. En dan kan je daar met Peter Sillevis gaan praten. En ja, dat komt allemaal goed. En kom gewoon... En ik weet nog letterlijk dat die deuren van de lift te dicht gingen. Hij zei van, ik zie je dan, hey, stuur een mail. Dus toen dacht ik van, hey, ja, oké, ja, kennelijk kan het ook zo. Dus toen ben ik bij Peter Kouwenstal gegaan om mijn interesse kenbaar te maken. Hij zei van, helemaal goed, je moet bij Peter Sillevis dan formele sollicitatie sturen, dit en dat. Ja. Enfin, lang verhaal kort. Aan het eind van mijn, halverwege mijn derde jaar van mijn promotie, ik had het al 3,5 jaar van mijn promotie, toen had ik al een opleidingsplaats in neurologie. Zwart op wit, ik heb die brief nog thuis liggen. Van, hey, beste Arvan, bla, 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 bla. Succesvol afronden van de promotie. Dan mag je dan en dan beginnen als... Dus je was als... binnen al. Ik was gewoon helemaal binnen, dus helemaal happy. Maar wat ik ook merkte bij mezelf is ik... Tuurlijk, ik was blij en hey, daar werk ik naartoe. Maar ik had niet die voldoening die ik soms bij andere mensen zie. Dan helemaal gaan zitten juichen en feestjes geven. En oké, weet je, het is wel belangrijk en goed gedaan. Goed, ik heb al hard gewerkt en dit en dat. Zij zien mijn talent. En, maar in dat laatste jaar van mijn promotie begon het toch een beetje te knagen. Van oké, hoe is het nou met de neurologie? Toch een beetje, weet je, ook met Peter Kaus al nog een paar keer gesproken. Hoe zit dat nou? En ik wil graag ook onderzoek doen. Ik merkte dat ik de epidemiologie echt heel leuk vond. En ik was heel veel bezig met ook MRI-onderzoek, beeldvorming. Dus de technische kant klinkt ook weer terug dat ik echt de beta was. Dat kwam weer terug. En dat begon ik een beetje te missen bij de neurologie. Nog voordat ik überhaupt daar was geweest. toen, echt een paar maanden nadat ik de opleidingsplaats voor de neurologie had, had ik een keer een overleg met de Aad van de Lucht. En hij is aan het eind van het overleg zegt hij van, goh Arvan, wat hoor ik nou? Ik dacht dat je altijd radioloog wilde worden, maar ik hoorde van Peter Kouwenstal dat jij nu voor de neurologie gesolliciteerd hebt. Ik zei van, ja, nee, wist je dat niet? Hij zei van, dat wist ik niet. Ik dacht echt dat je radioloog wil worden. En moet je niet een keer even met mij komen praten? Oh. Nou, dat was net die fase dat ik een beetje in twijfel was. Dus hij zei van, ga een keertje met Gabriel Kerstin praten. En misschien dat hij jou nog wat kan vertellen hoe het met de opleiding zit, dit en dat. Dus ik ging met Gabriel Kerstin praten. En dat was net in die fase dat ik echt aan twijfelen was of ik de neurologie wel of niet wilde gaan doen. En Gabriel Kerstin zei van, ja, oké, goed, wat kan ik voor jou doen om jou te overtuigen om dit radiologie te gaan kiezen? Ik zei van, ik moet even denken. Hè. Ik wil toch iets in de neuro doen. En bij de radiologie, ja, als ik radiologie ga doen en straks kan ik niet verder in de neurohoek en dan moet ik misschien abdomen gaan doen of skelet of wat. En dan zei van, nou, weet je wat? Ik zorg ervoor dat je fellowship neuroradiologie hebt. Zou je dan overwegen van, nou ja, dat begint wel interessant te worden, want het is toch neuro, technologisch, bla bla bla. Dus Gabriel Kerstin zei toen van, nou, we hebben net sollicitatierondes lopen nu. De deadline voor insturen van sollicitaties is voorbij, maar als je binnen 24 uur, zegt dat je hiervoor in aanmerking wil komen, zorg ik ervoor dat jouw brief nog in aanmerking genomen wordt door de andere commissie die daarover gaat. Okay. Toen heb ik binnen een dag heb ik gesolliciteerd. Toen kwam ik bij de commissie en uitgenodigd op gesprek, bla bla bla. Maar twee rondes, eerst een gesprek met de commissie, dan een gesprek met Gabriel Kerstin. Nou, een gesprek met de commissie gehad, door naar het tweede gesprek. Maar dat tweede gesprek had ik eigenlijk eerder al gehad met Gabriel Kerstin. Dus die zei meteen van, nou, het is goed. De eerste vraag die hij stelde bij het sollicitatiegesprek, zei hij, wanneer wil je starten? Dus toen heb ik maar de neurologie afgezegd. Had ik opleidingsplaats radiologie. Oh, maar hoe, even, want dan gaat hij heel snel. Hoe reageert professor Kouwenstal daarop? Hoe ga je dat dan zeggen? Nou ja, ik heb een afspraak gemaakt. Ik dacht van, hey Peter, ik kon hem gewoon als Peter aanspreken. Zo goed kenden we elkaar. Van, goh, ja, weet je, ik had toch mijn twijfel, dit en dat. En hij zei van, ja, dat herkende ik wel. Want je begon erachter te twijfelen de afgelopen maanden. En kijk, weet je... Hij heeft natuurlijk ook met Aad van de Lucht gesproken. Want die werken zoveel samen. Dus hij wist ook wel hoe het zou lopen. Dus hij zei van, ja, ik merkte aan jou dat je twijfelde. En ook goed dat je daar gewoon aan die twijfel... Naar luistert. Verder hebt gezocht. En lijkt me helemaal prima dat je bij de radiologie dat gaat doen. En ja, je gaat dan een neuroradiologie doen. Dus dan komen we elkaar vast wel weer tegen. En onderzoek en bla bla bla. Ja. Dus ja, hij
hij pakt het gewoon heel goed op. Ik kan me heel kort herinneren dat ik aan Peter Kaas had van ik heb voor radiologie gekozen. Dat was geen lastig gesprek. Nee. Ook omdat Peter gewoon iemand is die je heel makkelijk op je gemak stelt. Dus dan praten we inmiddels over 2009. Dus een opleidingsplaats radiologie op zak. Ja. 2009 maart ben ik gepromoveerd. En ik had een Gabriel Kresten al gezegd van ik ga in 2009 promoveren, maar ik wil zo laat als mogelijk wil ik starten met de opleiding in 2009. En hij zei zo van, bij ons moet iedereen starten in de eerste helft van het jaar, want dat is kennelijk zo landelijk geregeld. Mm-hmm. Ik dacht van, ik ga in maart promoveren. Ik heb toch echt een aantal onderzoeken lopen die ik wil afronden. Dus hij zei van, oké, wanneer wil je dan starten? Toen zei ik van, december 2009. Zei van, okay, zo laat mogelijk. Ja, zei van, oké, is goed. We regelen december 2009. Toen december 2009, toen het najaar was, begon ik weer te twijfelen van, ik heb zoveel onderzoek, zoveel leuke dingen lopen en moet ik wel gaan los gaan laten en dit en dat. En toen zei hij van, weet je wat we gaan doen? Je begint gewoon in 2009 met je opleiding. En wij gaan, dus bij de radiologie is dit gewoon met stages geregeld. 6 weken stages, 3 maanden stages, et cetera. Hij zei, wat we gaan doen is, wij gaan jouw wetenschapsstage naar voren halen. Dus je begint de opleiding radiologie met je wetenschapsstage van 3 maanden. Dus dan zei hij van, later dan februari mag je ook echt niet komen. Want ik heb er alles mee gedaan, nu moet je ook echt gaan beginnen. Dus toen had ik genoeg tijd voor de rouwverwerking. Dat ik opleiding of de onderzoeken los moest laten. Yeah. Dus in februari 2010 begon ik dan echt op de werkvloer. En ik vond het echt heel leuk. Ik heb heel veel geleerd. Ik, als je kijkt naar mijn leercurve. Ik heb in zo'n korte periode nog nooit zoveel nieuwe dingen geleerd. Weet je? Mm-hmm. De hele anatomie werd herhaald. CT-scans leren, MRI-scans, echo's leren. Moeilijke buikecho's op de polykliniek, de spoedecho's, et cetera. Heel veel geleerd. Maar dat is echt de periode van februari, maart, april, mei. In die periode. Yeah. En het was mei 2010 dat Ik weet je, als assistent was ik gewoon goed. Weet je, ook tijdens de studie en alles. Het klinkt wel dat alles makkelijk. Ik had hoge cijfers. Ik had alles cum laude en bla bla bla. Daar maakte ik geen zorgen om. Bij de stages, de rijbegeerder, haalde ik vrij makkelijk. Alles ging gewoon goed. Dus toen werd ik een keer op een woensdag, was het volgens mij, gebeld door de secretaresse van Gabriel Kresten. Mm-hmm. Of ik over een uur bij hem op de kamer wilde komen. Dus ik dacht van, ik dacht echt van, ik heb echt geen fout gemaakt. Ik heb mijn vorige verslagen gekeken. Nee, alles goed. Er is geen foute diagnose. Alles goed op tijd af. Want je wist, als de prof je riep, dan was er iets aan de hand. Yeah. Klein stressmomentje. Ik dacht van, waarom belt hij mij dat ik daar moet komen? Maar goed, ik zei eerst in instantie van, ik kan niet komen, want ik heb dan supervisie door de secretaresse van, tegen de prof zeg je geen nee. Dus als hij zegt dat je moet komen, dan kom je gewoon om 12 uur binnen. Ik dacht, is goed, dan ben ik er. Dus ik kwam daarbij op de kamer en hij zat daar. En professor Bert Hofman, hij was dus de voormalige, of eigenlijk op dat moment de afdelingshoofd van de epidemiologie. Yeah. En zij zeiden van, jouw promotor Monique Breter is vertrokken naar Duitsland. Er is een positie beschikbaar gekomen bij de afdeling epidemiologie. En wij zouden graag willen dat jij die groep, of het lab, of hoe je het noemt, vakgroep overneemt. Want wij zien dat jij het heel erg naar je zin hebt in het onderzoek. Je doet je kliniek natuurlijk heel goed, maar het gaat erom dat je het ene beter of leuker vindt dan dat andere. Dat overviel me echt. Van oké, wacht. En toen moest ik eigenlijk een keuze gaan maken. Van, ga ik nu mijn klinische carrière gewoon echt Vaarwel zeggen, ja of nee. En de keuze was niet makkelijk. Achteraf, als je me nu zou vragen, moest ik meteen toen ja zeggen. Yeah. Maar op dat moment, dus dat, we praten over mei 2010, is dat aanbod aan mij gedaan. Toen heb ik eind september pas ja gezegd. Dus ik heb wel 4, 5 maanden, dus meer dan een nachtje over nagedacht voordat ik ja zei. Toen in december heb ik dan de overstap gemaakt terug van de radiologie naar de epidemiologie. En daar slijt ik mijn dagen tot nu toe. Ja, maar wat waren dan de overwegingen in die 4, 5 maanden? De overwegingen waren van, als je me vroeg wat ik leuk vond,
was het onderzoek. Kijk, ik, nogmaals, in radiologie vond ik hartstikke leuk, leuke collega's, veel geleerd. Maar wat ik merkte was het volgende. Weet je, je gaat gewoon je dingen verslaan. Je zit in een grote verslagruimte en de mensen zijn gewoon hun, scans of foto's, wat dan ook, aan het beoordelen. En soms waren, of vaak waren het gewoon simpele, makkelijke. Maar soms kwam ik hele, hele moeilijke casuïstiek tegen. En wat ik merkte is dat soms had je een assistent die dan heel druk bezig was geweest. Die wist dat die persoon gewoon druk bezig was. En dan ineens zei van, yes, ja, dat is het. Ik had het correct. De diagnose, dat is het. Zie je wel. Die haalde er heel veel voldoening uit dat hij een heel subtiele diagnose had gevonden. En ja, dat soort momenten had ik ook wel. Yeah. Maar ik merkte bij mezelf dat ik dat niet begon te vieren of te juichen. Ik had zo van, hey, ja, dat is mijn taak. Dat, ik bedoel, daarom moet de radioloog die dingen beoordelen. Onder andere dat er net dingen kunnen zijn die een andere klinicus zou kunnen missen. Mm-hmm. Dus ik vond het wel heel leuk dat ik dat kon. Maar ik haalde niet dezelfde mate van voldoening als wat ik bij een paar van mijn collega's zag dat zij dat hadden. Omgekeerd, bij het epidemiologisch onderzoek, als ik net, weet je, net een bepaalde bias had opgelost of net had gezien van, hé, wacht eens even, dit moeten we niet zo gaan doen, want dat introduceert juist bijvoorbeeld even een selectiebias of weet je, iets dan ook, merkte ik bij mezelf dat ik daar diezelfde voldoening uit had als die andere persoon bij de zeldzame diagnose. Mm-hmm. Dus inhoudelijk was het voor mij duidelijk dat ik onderzoek leuker vond. Waarom dan zo lang twijfelen? Ja, kijk, je bent natuurlijk opgeleid als arts. Mm-hmm. Dus je hebt een eigen verwachting. Je sociale cirkel heeft een verwachting dat je dan ook als arts, als specialist, ik bedoel, al jullie studie zo goed gehaald en alles. Ja, wat ga je dan doen? Ja. Ben je nog geen dokter meer? Die vraag werd me al gesteld toen ik van de neurologie naar de radiologie ging. Ben je nog geen specialist meer? Nee, ja, radioloog is nog wel een specialist. Kijk, hier staat het op de lijst van de medische specialisten. Radioloog is ook een specialist. Oh, oké, dan is het goed. Maar toen ik nu de onderzoek wilde gaan, maar nu ben je toch echt geen dokter meer? Ja, nee, nu ben ik hooguit een dokter. Dat is voor mij, maar niet meer een dokter. Ja. Dus dat is één. Nu doe ik er lacherig over, maar op dat moment, ja, je moet maar even in dat gesprek zitten om dan aan te geven dat het iets is wat je leuk vindt, dat je wil. Ja. Dat is één. Salaris. Mm-hmm. Eerlijk is eerlijk. Als ik radioloog was geweest in een perifere ziekenhuis, had ik waarschijnlijk 3 keer zoveel verdiend. Als dat, misschien wel 4 keer zoveel als dat ik nu verdien. Zelfs als professor. Ja. Dus zelfs als afdelingshoofd. Nee, als ik in een perifere ziekenhuis zou werken als radioloog, dan verdien ik echt wel 3 keer zoveel als dat ik nu verdien. En de baanzekerheid. Hè? Ja. Ik grapte wel eens van als ik doorging met de radiologie, was het allerslechtste wat mij had kunnen gebeuren, is dat ik een radioloog in een klein perifere ziekenhuis zou worden en 3 keer zoveel zou verdienen. Dat klonk niet slecht. Versus dat ik nu een stap zou maken naar onderzoeksland, waarvan je weet dat je echt van de ene subsidie op de volgende subsidie leeft. Zeker in de beginfase waarin je nog je onderzoeksgroep op moet gaan bouwen. Want tuurlijk, er stond al iets, maar dat was allemaal afrondend. Dus er moest echt wel iets nieuws gaan komen. En zoals je weet, in onderzoeksland, er is heel veel schaarste aan onderzoeksmiddelen. Ja. Ook bij de universiteit. Dus het is niet zo dat ik een zak geld kreeg van, hey, hiermee kan je komende 5 jaar verder. Dus ik moest echt van scratch beginnen. Dat waren heel veel onzekerheden. En een stukje status, ook wat ik zeg van in voor de buitenwereld is het veel makkelijker zeggen, ik ben specialist, ik ben cardioloog, ik ben radioloog, chirurg, wat dan ook. Ja. Dan uitleggen, epidemioloog, dan moeten ze eerst gaan nadenken hoe je het moet uitspreken. Ja. Dan doe je iets met infectieziektes. Nee, ik doe niet met infectieziektes. Maar uiteindelijk toch gekozen om datgene te doen wat ik leuk vond. Dus al die onzekerheden van baanzekerheid, geld, status, noem het allemaal op. Toch gekozen voor datgene wat ik leuk vond. Dat is onderzoek. Ja, als ik het zo hoor, diep van binnen wist je het eigenlijk wel. Maar het was eigenlijk vooral de omgevings... Diep van binnen wist ik het eigenlijk wel dat ik dat gewoon leuk vond. Maar het was de omgeving ook gewoon de setting. Hè? Kijk... Het onderzoek doen is echt niet makkelijk geweest. En zeker, er zijn ook genoeg momenten geweest dat ik wakker werd met stress aan mijn hoofd. Dat ik dacht van, als ik nu wakker zou worden en ik had nog die opleiding, dan had ik geen stress. Was ik gewoon wakker geworden, mijn dingetje gedaan, 's avonds thuis en ik was vrij. En nu moest ik in de avonden, in de weekenden, moest ik aanvragen schrijven. En sterker nog, in dat eerste jaar
De eerste 7 aanvragen die ik had ingediend voor subsidie werden allemaal afgewezen. Ja, dan raak je wel even in de stress van oké, wacht, wat heb ik nu opgegeven en het lukt allemaal maar niet. Dus eind 2011, dus echt een jaar lang heb ik geploeterd om ergens geld vandaan te krijgen. En toen in eind 2011 had ik iets ingediend en begin 2012, ja, eind 2011, toen kreeg ik voor het eerst... dat was een MRA-subsidie van het Erasmus. Die werd ongehonoreerd. En toen begon het eindelijk een beetje te lopen. Maar dat eerste jaar, dat was wel heel, heel veel stress hoor. Ja. Met name omdat je dan weet wat je opgegeven hebt. Ja. En denk je dan, zonder die periode dat je bij de radiologie hebt gewerkt... dat je dan dezelfde keuze hebt gemaakt? Of was die realisatiemoment van... hey, mijn collega's bij de radiologie... die halen hier veel meer voldoening uit dan dat ik dat heb... Mm-hmm. Wat had u dat nodig? Stel dat die kans om terug het onderzoek in te gaan niet was gekomen, dan was ik. Ik vond de radiologie ook gewoon echt leuk. Ik kon er ook van genieten. Dus het is echt niet zo dat ik het niet naar mijn zin had en ik ben toen iets gaan doen wat ik leuk vond. Ik vond de radiologie leuk. Ik zou hartstikke blij zijn met jarenlang als radioloog door het leven te gaan. Zeker omdat ik dan de neuroradiologie in zou gaan, et cetera. En nog iets met onderzoek. Dus het was. Stel dat die kans er niet was gekomen, dan was ik ook waarschijnlijk even blij en gelukkig geweest. Maar nu was het een situatie van je vindt iets leuk. En er is iets anders wat leuker is. Yeah. En dan ga je even kiezen. Ga je dan kiezen voor datgene wat je leuk vindt, met alle zekerheid eromheen? Of ga je kiezen voor datgene wat je toch iets leuker vindt, maar wel met heel veel onzekerheid gepaard gaat? Ja, dat is moeilijk. En ook misschien ook met het idee dat als u bijvoorbeeld de radiologie wel had afgemaakt, dat u alsnog verder zou kunnen gaan met onderzoek. En... Ja, in principe was dat wel gewoon wat in het verschiet lag. Het punt was, kijk, bij onderzoek bouw je iets op vaak. Natuurlijk, onderzoek is heel veel samenwerken, maar je bouwt ook iets persoonlijks op. Al is het bijvoorbeeld je netwerk, je internationale netwerk. En in 2009, 2010 had ik een vrij groot internationaal netwerk. Ja. Ik kende mensen, weet je, we waren in een groot internationaal consortium bezig. Dus ik kende de grote andere cohortstudies in de wereld. Zij kenden mij, ik was bezig, we waren gezamenlijk aan het publiceren. En in een situatie dat je dan 4 jaar, 5 jaar uit die relatie bent... Dan moet je dat daarna weer opnieuw op gaan bouwen. Dus niet dat het onmogelijk zou zijn geweest... maar ja, het is dan weer een kwestie van opnieuw opbouwen. En hier was iets wat ik al opgebouwd had... waar ik dus in verder kon gaan. Ja. En zijn er ook momenten geweest dat u toch heeft getwijfeld van... was dit dan toch nog wel de beste keuze geweest? Ja, die momenten zijn er. Gelukkig veel minder, veel zeldzamer. Ik kan me niet meer de laatste keer herinneren dat ik zo'n moment heb gehad. Maar zeker in die eerste fase, weet je, dat je dan... als er weer een subsidie afgewezen was of weer een artikel afgewezen was of noem het maar op. Kijk, ik kwam daar als een UD en ik had pak een beetje een jaar radiologie gedaan en 3 jaar UD ben je 4 jaar verder. Ja. Rond die tijd zijn mijn jaargenoten al klaar met hun specialisatie. Ja, die zijn dan al specialist. Waar ben jij? Ik ben nog UD en ik moet nog aan... Universitair docent. Ja, toch? Ik doe onderzoek. Weet je dat er mensen dan gewoon specialisten salarissen beginnen te verdienen? Dus ik bedoel, ik heb net gehad wat ik als afdeling zelfs wel of niet zou kunnen verdienen. Maar als UD zit je toch 2 schalen daar weer onder. Ja. Dus zeker in de beginfase waren er echt wel momenten dat ik dacht van... Ja, waar ben ik aan begonnen? En moet ik toch niet een keer denken om weer terug te gaan? Maar ja... Het leven is ook eigenlijk zo ingericht dat net wanneer zo'n gevoel heel sterk begint te worden, gebeurt er iets leuks of goeds. Dat je denkt van, hey, het is de moeite waard. En dan ga je weer een half jaar verder. En dan tegen de tijd dat het weer een beetje tot hier begint te komen, dan krijg je dan weer net die subsidie. Dat je denkt van, hey, ik zie je wel, ik ga toch weer door. Ja. U gaf al aan, hè, van inmiddels zit u meer dan 10 jaar, bent u helemaal van de kliniek weg. En dat u er eigenlijk ook niet meer per se terug zou willen. Mm-hmm. Hoe ziet u vanaf nu uw toekomst? Als in, zijn er nog dingen die...
Dat is een vraag die ik mezelf ook vaak heb gesteld. Ik heb daar geen antwoord op. Deze maand word ik 40, dus ik heb nog wel een aantal jaren te gaan. Ja, zeker. Voorlopig vind ik het gewoon erg leuk. Heb ik echt naar mijn zin binnen het Erasmus. Ik heb daar ook mijn hele carrière tot nu toe ben ik geweest. Ik begon natuurlijk destijds met het Dijkzichtziekenhuis. Dus ik heb het erg naar mijn zin. Dus ik heb vooralsnog heb ik nog geen... geen reden om elders mijn huil te gaan zoeken. Dat neemt niet weg dat gebeurt bij elke academicus. Dat je wel her en der soms een aanbod krijgt. Mm-hmm. Een aanbod waar je wat langer mee over nadenkt dan een ander. Maar het is niet iets waarvan ik dacht, vandaag ga ik echt concreet echt op in. Want ik heb het echt naar mijn zin. Privé, weet je, Rotterdam. Ik heb mijn hele leven hier gewoond, geboren, getogen. Dus ik heb op dit moment geen reden om in ieder geval actief elders iets te gaan zoeken. Gaat dat komende 20, 25 jaar zo blijven? Dat weet ik echt niet. Dat zou zomaar wel kunnen. Als ik ook kijk naar mijn voorganger, iemand als Bert Hofman, die is 30 jaar, 35 jaar afdelingshoofd geweest. Gabriel Krestin, ook een van mijn mentoren. Mm-hmm. Die is ook nu veel, aantal decennia afdelingshoofd over de radiologie. Dat is zeker een van de realistische opties. Maar in wat voorlopig voor de komende 5 jaar, misschien zelfs de komende 10 jaar, denk ik dat dit ook meteen de definitieve optie is. Behalve als het Erasmus mij niet meer wil hebben, dan is het een andere situatie. Ziet u ooit zelf ooit nog teruggaan in de kliniek? Nee, maar ik heb wel ook daar eens over gehypothetiseerd. Van stel, weet je, ik heb het ineens niet naar mijn zin. Of stel dat er gebeurt iets of wat dan ook. En ik zou terug naar de kliniek in... Ja, moed is een heel zwaar woord. Nogmaals, ik had het echt naar mijn zin. Hè? Dus het is echt niet zo dat ik dan zou denken... Oh, ik ga nu een ellendige toekomst tegemoet. Nee, ik had het echt gewoon... Echt naar mijn zin. Ik heb veel geleerd en ik zou het ook met veel plezier doen. Ja. Dus stel dat ik ineens kliniek leuker ga vinden dan dit, of dit ineens niet meer leuker ga vinden dan het andere, en ik overweeg om terug te gaan, dan zou ik, als ik terug ga naar de kliniek, dan zou ik huisarts willen worden. Ja. En waarom zegt u dat? Omdat, kijk, je wil uiteindelijk maatschappelijke impact. Je wil iets kunnen betekenen, hè? Voor zoveel mogelijk mensen. En de huisarts is eigenlijk de enige specialist die daadwerkelijk maatschappelijke impact kan hebben. Nou, dat vind ik wel een bold uitspraak. De enige specialist die... Als je een balans moet maken tussen hoeveelheid effort en hoeveelheid resultaat. Yeah. Als het gaat over bijvoorbeeld het aantal gewone levensjaren van de bevolking. Of het aantal ziektegevallen dat voorkomen is. Yeah. Yeah. Ja, dan staat de huisarts met kop en schouders boven alle andere medische specialisten. Puur vanwege iets simpels als een advies om niet te gaan roken en je bloeddruk onder controle te houden. Daar win je zoveel meer levensjaren mee dan met de meest complexe transplantatie die je kunt doen. Ik zie hier wel een heel erg public health point of view in terugkomen. Ja, maar als dat voor mij ambitie zou zijn om maatschappelijk impact te hebben. Dus als ik dat heb als ambitie en je me dan de vraag stelt van oké, in welke klinische discipline kan ik die ambitie tot haar recht laten komen, dan is dat in de huisartsgeneeskunde. Ja. Ja, en als wetenschapper kan je natuurlijk ook heel veel maatschappelijke impact hebben. Ja. Ik denk dat, hoewel het wel verder af ligt. Hè? Want als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn onderzoek, dat heeft nooit overnacht tot verandering in de kliniek geleid. Ja, het enige wat dat kan gebeuren is als je bijvoorbeeld clinical trials doet. Nu met het hele COVID-19 zie je dat gebeuren. Daar moet wel een balans gevonden worden tussen de haast en de methodologische zuiverheid. Of als je bijwerkingen hebt, dan kan je overnacht dingen gaan laten veranderen. Ja. Maar voor de rest, althans het onderzoek dat ik doe, zie ik met name terug in beleidsdocumenten. Weet je, bijvoorbeeld in de documenten van de WHO, World Alzheimer Report, de Cardiologievereniging, American Heart Association, et cetera. Als zij hun guidelines veranderen, dan zie je ons werk daarin geciteerd worden. Ja. Hartelijk dank voor uw gesprek. Ja, graag gedaan. We hebben veel geleerd. We hebben zeker heel veel geleerd. En we wilden ook nog even vragen of u... een advies kunt meegeven aan studenten die
op dit moment met keuzestresskampen. U geeft zelf ook aan, ik heb best wel veel stress gehad. Ik ben soms wakker geworden daarvan. Van had ik dit maar kunnen doen of had ik dat moeten doen. Wat is een advies dat u mee kan geven aan studenten die op dit moment met dat soort stress te maken hebben? Laat me dan even mijn gedachten sorteren. Oké, okay. Dat is ook een hele algemene vraag. Kijk, het klinkt cliché, dus ik begin eerst met het cliché en dan ga ik daarna even iets proberen toe te lichten. Eén is van, doe uiteindelijk toch datgene waar je de meeste voldoening uit gaat halen. Los van andere overwegingen die erbij horen, zoals dat bij mij was, of het nou baanzekerheid is, financieel, status, wat dan ook. Laat die dingen los. Doe prima gewoon datgene waar jij echt, echt, echt gelukkig van wordt. Om twee redenen. En dat is een nuance die ik er aanbreng. Eén is, als jij echt datgene aan het doen bent, wat jij echt, echt, echt leuk vindt, dan zal je merken dat je net ook iets verder springt, iets harder werkt, net die grens over zult gaan om die passie na te streven, dan als je de veilige keuze maakt, dan blijf je ook binnen de grenzen van die veiligheid zitten. Dus als je dan succesvol wil worden, en als ik toch iets over die subsidies en dat soort dingen wil zeggen, als ik weet dat waar ik mijn leven ervan afhing, maakte ik mijn aanvraag net iets mooier, net iets scherper, wetende dat ik hier echt de elite level moest halen, dan als ik wist van nou, als het lukt, ben ik super blij. Als het niet lukt, ga ik gewoon door met wat ik nog meer aan het doen was. Ja. Dat is één. Het tweede is, en dat is een advies dat ik aan heel veel sollicitanten meegeef als ze bij de epidemiologie komen solliciteren. Maar dat kan ik algemener ook zeggen. Wat ik aan hen zeg is van, kijk, de epidemiologie is, het is niet een mainstream vakgebied. Ja, sommige mensen zouden het misschien ook wel terecht een beetje saai noemen. Want je bent achter de computer, ben aan het scripten, aan het programmeren. Je bent aan het grotendeels uit het raam aan het staren om na te denken over een bias. Dat is wat je als epidemioloog... En dat kan saai zijn. Dus als je kiest voor de epidemiologie, en ik wil hem nu breder trekken, als je kiest voor datgene wat je wilt gaan doen, kies dan echt voor datgene wat je leuk vindt. Want wat je niet moet doen, is iets gaan kiezen van laat ik nu maar even die 3-4 jaar er doorheen komen, want daarna heb ik iets anders wat ik eigenlijk wil. Ja. Ja. Want wat er gaat gebeuren is dat die 3-4 jaar zullen dan toch echt 3-4 ellendige jaren worden. Ja. En wat je niet wilt, studenten, dat die zijn mensen tussen de 20 en 30 jaar, bij wijze van spreken, dat zijn toch de topjaren van je leven als het gaat over fysiek, plezier, gezondheid, sociale cirkel. En wat je niet wilt, is dat je later terug gaat kijken en gaat zeggen dat waren 3-4 ellendige jaren, maar ik moest er doorheen bijten. Ja, dat wil je niet hebben. Dus kies gewoon voor datgene waarvan je weet dat je echt, echt voldoening uithaalt. Dan zullen de andere puzzelstukjes vanzelf in de juiste richting gaan vallen. Een mooi einde. Hartelijk dank.